Hallo allemaal en welkom bij weer een IGN Masterclass. Ik zit hier met Olivier en dan hebben we het natuurlijk over League of Legends. Ja, dit is eigenlijk onze derde video die we gaan maken over de team compositions, over wat je moet kiezen. En we hebben het al gehad over de pick and ban phase, welke team compositions je allemaal hebt. En dan komt er nog één ding kijken en dat is het gameplan dat je hebt met die team compositions. Daar gaan we nu even wat uitgebreid naar kijken. Nou, Olivier, leg uit, hoe kunnen die jongens de game gaan winnen? Ja, uiteindelijk het eerste wat je beseft of wat je wil beseffen in een game, dat is wat zijn onze winkansen? Dat hebben we natuurlijk in de vorige video ook al behandeld. Nou, wat is een gameplan dan? Een gameplan is eigenlijk een verzameling van winkansen. Dat is heel makkelijk gezegd. Het is kijken met welke mogelijkheden gaan wij de game winnen. Nou, wat het bijvoorbeeld is met de eerste matchup die ik dan laat zien, dat is bijvoorbeeld een Nasus tegen Maokai. Nasus tegen Maokai, eigenlijk wil je Nasus early game gaan campen, want Nasus kan early game niet heel veel. Dus bijvoorbeeld, je hebt Lee Sin op jungle. Dan ga je er een camp op zetten, ga je pressure op zetten, zodat hij niet echt kan scalen. Want dan natuurlijk Nasus heeft zijn Q waarmee hij gaat stacken en gaat proberen te pushen. Nou is de winkans voor het team wat Nasus heeft, is laat hij Nasus scalen. Zorg ervoor dat hij in zijn late game komt en zorg ervoor dat hij die split push voor ons kan doen. Ja. Dat is een van onze winkansen en een van onze prio's. Natuurlijk is een matchup dan of een team composition is natuurlijk opgedeeld in meerdere winkansen. Nasus is daar één van. En zo ga je alles langs en dan ga je op een idee uitzetten. Early invade kan ook een winkans zijn voor. Dat zit ook in gameplan. Dat is eigenlijk alles wat je van tevoren wil zien. Of wil beslissen. Natuurlijk is het gameplan opgedeeld in drie stages eigenlijk. Stages. Dat is early game, mid game en late game. Gewoon de stages van de game. Ja. Wat je in de early game wil doen is vooral kijken naar matchups. Als in welke lanes gaan van mij pushen omdat ze sterker zijn. Welke lanes gaan van de enemy pushen. Hoe is de jungle matchup? Is de enemy jungle een farmer? Is dat een early ganker? Zo ga je op anticiperen en zo ga je kijken van hoe kan ik de enemy dwarsbomen, hoe kan ik mijn eigen gameplan goed uitvoeren. Ja. Nou, er zijn er natuurlijk ook key gank enablers, als in de bijvoorbeeld TF met zijn stun card. Dat is heel makkelijk voor een jungler om daarmee te ganken. En zo ga ik even langs elke matchup van wat is onze team comp en welke champions kunnen wat doen in de gank. En vervolgens ga je ook early game denken van, of in mid game komen de objectives aan bod uiteindelijk, van de outer en de inner turrets, dus richting de inhibs ga je werken. De Rifterall die natuurlijk voor 20 minuten spawnt en de dragons die spawnen, die willen natuurlijk ook early contesten, want dan wordt het in late game best wel veel waard. Ja. En daarna ga je kijken als jungler, welke lanes ga ik prioritiseren? Welke lane wil ik eigenlijk de pressure zetten? Hebben wij een matchup die we al winnen, maar nog harder willen winnen? Of hebben wij een matchup die een beetje achterstaat bij ons en waar wij die we willen enablen als in de Nasus die minder sterk is normaal voor early in the game, maar die we wel voor willen zetten. Want als je een late game champion voorzet early game, dan heb je eigenlijk al een hele grote advantage op je opponent. Zeker. Heb je later dan weer profijt van. Ja. Een volgende matchup die ik zelf heel veel speel, is eigenlijk van beide kanten trouwens, is Orianna tegen Viktor op midlane. Nou, je gaat eigenlijk in zo'n matchup af, voor de game af, van wat zijn mijn sterke punten. Ik heb met deze matchup het al best wel specifiek altijd gehad dat ik wist hoe die uitgespeeld werd. Nou is het met Orianna dat zij tot level 7 de sterkere shove heeft. Dus ze kan eerder de wave uitpushen en makkelijker dan Viktor. Dat is omdat Viktor op 1250 gold pas de eerste upgrade kan kopen. En dan pas de wave clear heeft. En op level 5 en 6. Nee, op level 6, als hij zijn upgrade heeft, dan last hij net niet de caster minions. Dus het is lastiger voor hem om de wave uit te pushen. Dat duurt net 3 hits langer. En het is natuurlijk dat Orianna als eerste item een last chapter had voor 900 gold. Dat is een lane item, dat best wel veel mana geeft. En wat ga je doen met die early pressure? Je hebt de lane uitgeshoft, je gaat als Orianna kunnen roamen in die tijd. Dus tot level 7 ben jij sterker met je jungler, kan je met je jungler groepen en kan je vervolgens een play maken als in enemy jungler invaden naar een andere lane roamen. Dat zijn allemaal dingen die je kan doen en dat is wel wat je van tevoren al wil weten. Ja. Als je die informatie over de matchup hebt, dan kan je zoveel ermee. En dat zie je ook in games van ons, dat wij daar echt profijt van proberen te krijgen. Ja, dus je weet eigenlijk voor de wedstrijd of voor de match begint, dat is de matchup. Dit gaan we hebben op midlane. Dus dit gameplan gaan we daaraan toevoegen. Ja, erg slim om dat van tevoren al te bedenken. Dat je niet als je eenmaal aan het spelen bent nog moet gaan denken van... Nee. Oh ja, shit, dit moeten we gaan doen. Ja, nou, uiteindelijk heb je natuurlijk ook... dat heb ik net eigenlijk al verteld. Dat is op die key abilities. Je hebt ook immobile champions van de enemy. Daar ga je allemaal op kijken van... Oké, een Ashe hebben, of als wij bijvoorbeeld een Ashe of een Jhin in een teamcomp hebben... Als wij één auto-attack of één ability hitten en Jhin hits een W en zijn ultimate, dan kunnen we winnen. Dat is een winkans. Dat is ook een winkans. Je hebt ook winkansen in teamfights om vervolgens, of in ieder geval, je krijgt een window daarna waarin je objectives kan pakken. Ja. En waar je turrets kan siege en wat dan ook. Alles kan je dan doen op zo'n moment. Maar dat zijn wel van die dingen die je als eerste wil weten. Hoe gaan wij een teamfight starten? Gaan wij dat met een Ashe ultimate doen? Gaan wij een Ashe juist catchen? Of gaan wij
En met z'n allen in een bosje opwachten waar ze zullen gaan zitten. Dat is wel allemaal van die manieren dat je gaat denken van... Oké, hoe gaan wij überhaupt ons advantage pakken? Hoe cheesy het ook is. Ja. Je gaat wel proberen elke keer die edge over je opponent te krijgen. Ja. En daar heb ik ook op zich wel een grappig video van. Dit is een gank op midlane van een Lee Sin. En die staat tegen Immobile Ryze. En die weet precies hoe die een goede gank afkrijgt. Want die Ryze die staat in één keer in range van Orianna. En midden op de midlane. Die kan niet meer naar zijn turret toe. Die wordt in één keer weggekikt. Ja. En dat is eigenlijk een gank die je niet kan voorkomen. Behalve als je hele goede vision hebt natuurlijk. Ja. Dat zijn wel van die manieren om dan een winkans te krijgen. Of een advantage te krijgen. Nou is er ook een video die ik heb van... Volgens mij is dat Rush. Dat is ook een famous Lee Sin speler. Ja, dat is ook... Hier weet hij dat hij een toplaner heeft geen flash meer. Dat weet hij. Ja. Hij weet ook... Hij loopt hier voorbij naar jungle namelijk. Hij weet ook dat hij genoeg damage heeft. Hij kent zijn champion heel goed. Hij weet dat hij met die items die hij op dit moment heeft... Zijn jungle item hem kan killen. Dus wat doet hij hier? Ward jump, flash, kick, Q erin. En hij killt gewoon de toplaner solo. Ja. Terwijl die toplaner denkt dat hij safe is onder zijn turret. En dat is puur omdat hij meer informatie heeft... Meer kennis heeft van de champion. Van de matchup. Van hoe tanky de enemy is. Puur van, is hij al back geweest? Allemaal informatie die je vergrijpt vanuit je team. Het is belangrijk dat je dat ook met elkaar deelt elke keer. Dus dan kun je nog wel een gameplan hebben van tevoren. Communicatie tussen jou en je teamleden is nog steeds erg belangrijk om je plan daarop aan te passen. Ja, dat is inderdaad ook gewoon adapten op de game. Ja. Dat zag je heel goed bij Rush. Nou is het heel belangrijk ook in de game, in je eigen gameplan. Natuurlijk om te realiseren van, hey, wij hebben een gameplan, maar de enemy ook. Ja. Wat gaat de enemy doen? Wat voor composition hebben zij? Dat ga je allemaal champion select af. Je gaat kijken van, hoe willen zij de game gaan winnen? Maar dat doe je ook meestal in game. Want wat je in game eigenlijk wil doen, is ongeveer 1 tot 3 minuten vooruit kijken in de game van, wat gaat de enemy doen? Vooral als je achter staat. Als je achter staat, moet je eigenlijk dat sapje net voor zijn op je opponent. Als in, zien wij dat ze met z'n allen in de toplane gaan? Gaan ze onze toplane turret siertje? Ja. Wat nou als we er allemaal zijn en als we de wave hebben uitgepusht? Als ze niet kunnen siertje? Dat zijn allemaal dingen die je een advantage geven. En dat is puur door bijvoorbeeld een vision op te zetten van tevoren. En catch te maken zodat de enemy of bijvoorbeeld de support minder heeft in een teamfight. En zo ga je ook kijken hoe je dat kan doen. Maar soms zijn er ook momenten dat de enemy gaat siertje ergens. Dat je gewoon te zwak bent. En wat ga je dan doen? Dan ga je objectives traden. Dat is in, probeer je een gelijke trade te krijgen. Als in, zij pakken top turret, dan gaan wij bot turret pakken. En dan ga je zo kijken hoe je dat kan doen. Ja. En dat zijn allemaal manieren om dat aan te pakken. Eigenlijk komt het ook allemaal neer op hoe je speelt in je team. Als in, ben je reactief of ben je proactief? Ben je proactief, dan ga je plays opzetten. En dan ben je altijd een stap voor op je opponent. Ben je reactief, dan ga je kijken van, wat gaat de opponent doen? Wat kunnen wij er tegen? En het zijn allemaal mindsets of manieren om de game te approachen. En ik merk dat wij waren als team vroeger een passief team. Wij waren niet reactief, wij waren niet proactief, wij deden niks. Ja. Wij zijn nu heel erg naar een proactief team aan het gaan. En dat probeer ik zelf op midlane ook altijd te doen. Altijd kijken naar plays. Altijd kijken hoe je de game kan of een advantage kan krijgen in de game, zodat jij beter voor staat op de enemy. Ja. En dat is gewoon een roam, een ward kan het ook zijn. Gewoon een stukje zelfvertrouwen van zeggen van, nou, wij gaan niet deze actie ondernemen. Dat gaat gewoon goed en we pakken gewoon een paar kills. Ja, en dat is uiteindelijk is je hele gameplan. Zijn alle kleine winkansen en grote winkansen verzameld in één pakketje. En denk je van, hiermee gaan we de game winnen. Ja, nou dan is dit eigenlijk de conclusie die we kunnen trekken na onze driedelige serie over team compositions. Pick and ban phase, heel belangrijk, heel passief momentje in de game. Team composition maken, wat werkt goed met elkaar? Ga je siegen, ga je engagen, ga je disengagen? En welk gameplan hoort daar dan bij? En spreek dat met elkaar af. En blijf constant informatie geven aan je team, zodat je je gameplan ook aan kan passen. En kijk natuurlijk ook naar het gameplan van je enemy, zodat je daar weer op kan reageren. Nou, wij hopen dat jullie zeker wat geleerd hebben. Ik denk het wel. Ik heb een hoop geleerd vandaag. Om nog meer te leren kunnen jullie kijken naar onze andere masterclass video's. We hebben ook Hearthstone, CSGO en natuurlijk meer League of Legends. En dan zie ik jullie in de volgende masterclass video.